Hey, good morning toppers. Welcome back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Nou ja, ik zeg wel good morning, maar voor mij is het goedemorgen. Ik weet niet of het voor jou een goedemorgen is. Ik weet niet of je überhaupt 's ochtends luistert. Maar in ieder geval, ik neem deze podcast op zondagochtend. De zon schijnt. Ik zie allemaal vlindertjes buiten. Fantastisch. Dus zondagochtend, we gaan vanmiddag met vrienden naar een dierenpark met Julian. Julian is echt gek op dieren en hij is gek op buiten zijn. Dus ik denk dat dat heel succesvol wordt. Gisteren zijn we de hele dag naar Raalte geweest. Mijn broertje woont daar met zijn vrouw. En ik heb twee lieve nichtjes, Noah van 5 en Femke van 3. En door de hele COVID-situatie hebben we die super weinig gezien. Dus het is nu heel fijn om op regelmatige basis zo één keer in de 4 à 6 weken elkaar te zien. Ze zijn de hele dag daar naartoe geweest, samen ook met mijn moeder. Nou, het was echt ontzettend gezellig. Dus het was een druk weekend al met al. En vanochtend even tijd om een podcast op te nemen. En deze wil ik laten gaan vandaag over het aantrekken van de juiste mensen in je leven. Of dat nu gaat over een relatie, of op werkgebied, hè, of vrienden. Dit kan je echt overal op toepassen. Hoe trek je nou de juiste mensen aan in je leven? En dan met juiste bedoel ik de mensen die je wil aantrekken. De mensen die op dezelfde vibratie zitten, waarmee je kunt connecten, waarmee jij het gevoel hebt van we kunnen elkaar uplevelen. Dat is denk ik wat iedereen heel sterk verlangt. En op dit vlak heb ik zelf heel veel mogen leren de afgelopen jaren ook in mijn eigen relaties. Zowel privé als vriendschappelijk, als op werkgebied. En een hele mooie is, wat ik ooit van Abraham Hicks heb geleerd, is, weet je wat het is? Jouw groei. Eigenlijk wil je in de kern, dat voel je in het moment niet zo, maar eigenlijk wil je juist ook mensen aantrekken, of die ervaringen wil je hebben van mensen die het bloed onder je nagels vandaan halen, die je irriteren. Want vanuit die ervaringen groei jij. Je creëert, je lanceert nieuwe verlangens vanuit dat. Op het moment dat alles altijd maar super smooth zou gaan en super easy hè, op alle vlakken in je leven, dan creëer je geen groei. En dat is niet waarom je hier bent. Dit is niet wat je intentie was toen je hier ter wereld kwam. Je intentie was joyful expansion. En misschien voelt dat in het moment niet joyful, maar op het moment, en die wil ik je meegeven vandaag, op het moment dat je leert om daarin wat anders uit te zenden, zul je gaan merken dat dat ook meer joyful wordt en sowieso dat je het kunt gaan zien als expansion. En als je het kan zien als expansion, wordt het ook weer meer joyful. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar die wil ik sowieso gezegd, dat wil ik sowieso gezegd hebben, dat het zo belangrijk is om te gaan zien hoe waardevol het is. Ook al voelen we dat, en ik heb dit zelf ook al voelen we dat vaak in het moment niet zo, hoe waardevol het is voor jouw eigen groei. Dat je mensen of ervaringen hebt in je leven waarbij je irriteert aan mensen, waarbij je totaal niet met elkaar op één golflengte zit. Iemand die misschien wel het bloed onder je nagels vandaan haalt. Daardoor ontwikkel jij je als persoon. Dus echt neem deze mee, omarm deze. Zie de relaties die je nu hebt. Probeer die meteen in een ander daglicht te plaatsen, want dit gaat je zoveel opleveren. Nou, en vervolgens komt dan het stukje, hoe trek je nou die mensen aan die je graag wil aantrekken? En één ding is daarin heel belangrijk, en ik catch mezelf ook heel vaak daarin, of in het moment, is dat we onze manifestaties van de dingen die we willen, die gaan maar nauwelijks vooruit, heel moeizaam vooruit of niet vooruit, doordat wij mensen extreem goed zijn. Ze zijn we geconditioneerd om onze vibratie, hetgene wat we uitzenden, dominante vibratie, te laten afhangen van hetgene dat we ervaren. Dus ervaren we fijne dingen, zenden we een fijne vibratie uit als reactie daarop en trekken we meer fijne dingen aan. Maar op het moment dat jij minder fijne dingen ervaart, dan zal jij ook daar een reactie op hebben. Dat is normaal, hè? Dat is menselijk. Alleen het punt is wel dat jij goed wordt in jezelf trainen om meer aandacht op een dag te besteden aan hoe jij wil dat het is. Hoe je het voor je ziet, je droomscenario op alle vlakken, dus ook op relatievlak, versus hoe jij nu ervaart dat het is. En dat verschil kan al zitten in, ik reageer 49% van de tijd, van de focus die ik heb op een dag, reageer ik op basis van wat ik nu ervaar. Maar 51% moet gaan naar hoe ik het wil. En hoe meer je dat verschil kan maken, bijvoorbeeld 30, 70, hoe groter je dat kan maken, dus hoe meer focus er gaat naar wat wil ik. Hè, welke ervaringen wil ik in mijn leven? Welke relaties wil ik? Welke mensen wil ik op mijn pad krijgen? Waar wil ik interactie mee hebben? Dan zul je dat ook gaan ervaren, dat er een shift komt in wat jij uitzendt en daardoor dus wat je aantrekt. Want het punt blijft echt, en dit is eentje die ik wil dat je hier uithaalt en die ik wil dat je echt helemaal omarmt en laat binnenkomen.
als jij wil dat bijvoorbeeld een huidige relatie die je hebt, het hoeft niet per se een partnerrelatie te zijn, het kan alle relaties kunnen dat zijn. Als jij wil dat die relatie verandert, dan creëer jij dat door zelf te veranderen. Want jij irriteert je niet aan een persoon omdat een ander irritant is. Dat gevoel van irritatie komt voort uit het feit dat jij, en dan bedoel ik jouw ego-deel, van dat ego-deel van jou, die persoon anders ziet dan jouw inner being. En die schuring, die maakt dat jij dat gevoel hebt van irritatie. Je inner being zoekt altijd naar de positieve dingen in iemand. Ziet altijd positieve aspecten van iemand. Ziet altijd die unconditional love in iemand. Hè? Want ieder persoon is in de basis unconditional love. Je inner being verlaagt zich nooit naar negatieve dingen zien in een ander. Onze ego doet dat wel. Hè, dat is ook menselijk, absoluut. Je hoeft het niet met iedereen op één lijn te zetten. Maar het dient je enorm om dit te gaan zien. Het is niet die ander die iets doet wat de irritatie is. Het is mijn inner being die de situatie anders ziet dan mijn ego. En op het moment dat je die kunt zien en die kunt omarmen, dan zie je ook meteen, het ligt nooit aan die ander. Het ligt altijd aan mij. En dat stukje accountability, verantwoordelijkheid nemen, is cruciaal om iets te veranderen. Als jij namelijk kan zien, alles wat ik nu aantrek, dus ook de mensen die ik in mijn leven heb, hoe iemand op mij reageert, is altijd een reactie van wat ik uitzend, hoe ik kies om iets te zien. En hoe meer jij kiest om iets anders te zien dan hoe je inner being het ziet. En je inner being ziet het altijd vanuit liefde en van positiviteit. Dus op het moment dat je het anders ziet, zie jij het vaak negatief. Hoe meer je daarop focust, hoe meer je dat dus in stand houdt. En hoe meer je ervaringen en mensen aantrekt die daarmee resoneren. En dus meer van wat je niet wil. De verandering die jij zoekt begint altijd bij jou. Altijd, in elke situatie begint de verandering die jij zoekt bij jou. Dus ook de mensen, als jij andere mensen wil aantrekken, als je in je relatie zeg maar een shift wil creëren, je wil dat bijvoorbeeld iemand anders reageert, zul jij iets anders moeten gaan uitzenden. Je kunt sowieso een ander niet controleren, maar je zult wel gaan merken dat mensen iets anders gaan uitzenden als reactie op jouw vibratie. En op het moment dat jouw vibratie shift, zul je dat gaan terugzien in je realiteit, in wat je manifesteert en ook van anderen. En je zult ook gaan zien dat je, als jij die shift maakt, dat je dat gaat terugzien in wat jij aantrekt. Wat er de laatste tijd op mijn pad is gekomen, dat ik echt heel bewust aan de slag ben gegaan met hoe wil ik dat het is. En dan heb ik het vooral over business-wise. Hè? Hoe wil ik dat het is? Zowel met het team als met samenwerkingspartners. De visie voor het bedrijf en wat daarvoor nodig is en met wie ik daarin wil samenwerken. Toen ik dat geshift heb, zijn er ervaringen op mijn pad gekomen die fantastisch zijn. En doordat ik weer die fantastische ervaringen heb, kan ik daar wel makkelijker op focussen, waardoor ik meer fantastische ervaringen aantrek. Maar het begint bij die shift in jou. Weet je, dit gaat niet over mij. Ik wil dit stukje persoonlijkheid of persoonlijke ervaring met je delen. Maar het gaat om jou. Het gaat om jou. Jij moet eerst veranderen. Daardoor, op het moment dat jij verandert, trek je iets anders aan, ga je er de resultaten van zien. En dan wordt het weer makkelijker om heel erg je vibratie te laten afhangen van wat is. He, op het moment dat wat is fijn is, kun je meer reageren op wat is. Dat is prima. Trek je meer van wat is aan. En als wat is fijn is, dan trek je dus meer fijne dingen aan. Maar op het moment dat je merkt dat wat is nu niet fijn is, dan is het aan jou om iets te veranderen. Jouw realiteit op alle vlakken in je leven, het nu financieel is, of het relaties is, of het business is, of het werk is, of het wat heb je nog meer? Geld had ik al benoemd. Nou ja, alles in jouw leven, gezondheid, gewicht, is een reflectie van wat jij uitzendt. Altijd op alle vlakken. Je krijgt terug wat je uitzendt. En op het moment dat je niet happy bent, betekent het dus dat jij iets anders mag gaan uitzenden. Op het moment dat jij niet happy bent met de mensen die je aantrekt, de ervaringen die je hebt, businessvlak, privé, in je relatie, dan betekent dat dat jij nog werk te doen hebt. Jij mag iets gaan shiften. Jij mag een andere vibratie gaan uitzenden. En ja, ik weet het, dit is een uitdaging. Want dat eerste stuk shiften is het moeilijkste. Zeker als je nu veel negativiteit ervaart. Maar weet dan, het gaat nooit om die ander. Niet een ander doet iets wat jou irriteert. Jouw inner being ziet het anders dan jouw ego. En dat zorgt voor het irritatiegevoel in jou. En dat betekent dus ook dat als jij in staat bent om naar die persoon te kijken of te gaan reageren vanuit die visie, dat gevoel dat je inner being heeft, zul je meteen een shift maken in hoe jij je voelt, in wat je ervaart en dus wat je uitzendt. En dus ook hoe die ander op jou reageert. Hoe jij je voelt over wat die ander doet. En dan kan ineens iets wat je nu als heel irritant ervaart,
kan een complete shift krijgen, waardoor hetzelfde gedrag voor jou niet meer als irritant voelt. En als je dat kunt bereiken, oh mijn god, dat zijn een van de meest fantastische dingen die je kunt bereiken. Je gevoel op een dag, jouw high vibe of je low vibe, niet meer laten beïnvloeden door wat er om je heen gebeurt. Dat jouw goed voelen niet meer afhankelijk is van omstandigheden en personen. Maar dat jij je dag kunt starten met intunen, hoe wil ik me voelen? Proactiviteit versus reactiviteit. Hoe wil ik me voelen? En vanuit daar zul je gaan zien dat je alleen maar ervaringen gaat aantrekken. Dus ook personen die daarmee resoneren. Die resoneren met dat wat jij wil. En niet met dat wat is. Dit is zo'n belangrijke shift om te maken, die je mag maken, die je kan maken. Wat echt extreem veel voor je gaat veranderen. Ik spreek uit ervaring. En het maakt niet uit welke relatie je het dan over hebt. Dit kun je toepassen op alles. Het gaat nooit over je partner. Het gaat nooit over je vrienden. Het gaat nooit over je ouders. Het gaat altijd over jou. Wat mag jij veranderen in jezelf, zodat jij een andere ervaring hebt en iets anders aantrekt? En ik weet dat dit super confronterend is. En ik kan me ook voorstellen dat dit je irriteert als je dit hoort. Maar als je deze kunt ownen, je kunt die verantwoordelijkheid daarvoor nemen, gaat je hele wereld veranderen. Als jij verandert, als je interne wereld verandert, zal de wereld om je heen, je externe wereld, mee veranderen. Dit is wet van aantrekking. Dit is een universele wet die voor iedereen geldt, altijd. Jij kunt dit, maar er is werk voor nodig. Er is vibrationeel werk voor nodig. Het is elke dag opnieuw jezelf tunen. En het is zo makkelijk om terug te schieten in oud gedrag, om lekker weer terug te gaan naar te reageren op wat is, en daardoor niet vooruit te gaan. Dit is wat jij mag doen. En ik spits hem nu toe op relatievlak. Maar dit kun je toepassen op alles wat er nu speelt wat je niet fijn vindt. Alright, this is the work. Doe dat werk. Want het gaat je zo ontzettend veel opleveren. De ROI op dit work, dus op dit werk, de return on investment die je krijgt op dit werk, is gruwelijk. Gruwelijk groot. Is fantastisch, is heerlijk, is life changing. Dit wil je. Dit is het werk. Echt, alsjeblieft, geef je prioriteit aan en doe dit elke dag opnieuw. Want je gaat mij berichten sturen. Je gaat het ervaren, of je mijn bericht stuurt, weet ik niet. Ik zou het fantastisch vinden, maar je gaat dit ervaren. Holy shit, wat gebeurt er om me heen als ik van binnen, als ik mijn vibratie kan shiften en ik kan dit op consistente basis doen? Daar zit jouw droomleven, daar zit je droompartner, daar zit je dream team. Daar zit je financiële succes. Daar zit je droomhuis. Daar. Oké. This is the work. Heb een hele fijne maandag. Alsjeblieft, maak even een screenshot, deel hem. Laat me vooral ook weten of deze met je resoneerde. Voor mij voelt dit persoonlijk als een hele belangrijke. Echt als een hele belangrijke voor iedereen om binnen te laten komen. Ik raad je zelfs aan om deze meer dan één keer te luisteren. Want dit is echt eentje die alles voor je kan veranderen op alle vlakken. En als je voelt op relatievlak dat je dat heel erg nodig hebt nu, dan weet je wat je mag doen. Let me know, stuur me even een DM. Maak een screenshot, delen, want dit is ook zo'n aflevering. Hier hebben zoveel mensen wat aan. Ben jij die persoon die een ander dit laat ervaren door deze te delen? En daardoor maak jij de wereld weer een stukje mooier. Dit is echt een boodschap die verspreid moet worden. Oké, toppers, dankjewel voor het luisteren. Heb een hele fijne zonnige maandag. Ik hoop wat van je te horen en ik spreek je morgen weer. Doei doei!